Amersfoort. Trendwatcher Vincent Everts die kreeg vorig jaar 2 boetes voor het rijden met een telefoon in de hand, terwijl hij in een zelfsturende auto zat. Nou, hij stapte naar de rechter om bezwaar te maken tegen die boetes. De kantonrechter die oordeelde vandaag niet in zijn voordeel. Een automobilist mag in een zelfrijdende auto zijn telefoon niet gebruiken. Vincent Everts, goedenavond. Erg teleurgesteld. Goedenavond. Nou, een nee is weer een stapje op weg naar ja. Dus wat dat betreft, enigszins, ik had wel gehoopt dat ik een eurokorting zou krijgen, of de helft van de boetes, of iets van een, dat de rechter er iets over zei. Maar de rechter zei, ja, sorry, dit is nou eenmaal de regels, daar heb ik me aan te houden. Dat zei de officier van justitie trouwens, of die heet dan de zakenwaarnemer van het ministerie, zei dat ook tegen mij. Dit zijn de regels. Als je modernere regels wil, dan moet je naar Den Haag toe. Ja, dus, en dat wil je, want wat moet er dan veranderen aan die regels dat jij straks in jouw zelfrijdende auto, die wij nog niet hebben, mag gaan bellen? Nou, als je even kijkt, deze regel waar we het nu over hebben, dat je geen telefoon in je handen mag hebben, komt uit 2002. Dat betekent, je mag niet een telefoon in je handen hebben, maar als je een iPad in je handen hebt, krijg je een heel ander soort boete, veel lagere prijs. Want iPads waren er toen nog niet, die wetgeving. En dat is dus 16 jaar geleden, die zijn nog niet aangepast. Ook als je überhaupt een laptop op je schoot hebt, dan krijg je ook een veel lagere boete, ongeveer vergelijkbaar dat als je een broodje aan het eten bent. Zijn nu nieuwe regels aan het maken, waarin al dit soort dingen. Maar mag ik het even afmaken? Want hij vroeg wat ik wil en dan maak ik het even af. Het is 2 regels. Hij luistert naar mij. En dus ze zijn nu die regels aan het bijwerken. Van dat ze zeggen van, hey, alles wat de aandacht zeg maar afleidt, mobiel, dat gaan we onder diezelfde wet gooien. En aan de andere kant zeg ik van, jongens, in de komende 10 jaar gaan die auto's zo goed worden. Over 5 jaar is die technologie ongeveer perfect. En over 10 jaar zul je ze overal tegenkomen. We moeten nu al in de wet zetten dat als het RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de auto goed verklaart op de snelweg bijvoorbeeld, op een bepaalde tijd, dan moet je nu al gaan inbouwen dat het dan wel toegestaan is. Ja, maar ik vraag maar 1 ding af, Vincent. Want jij rijdt dus in een zelfrijdende auto, een zelfsturende auto, high-tech to the max. Je loopt altijd al een paar jaar op ons voor. En dan moet je nog steeds bellen met een telefoon in je hand. Dat gaat dan via Bluetooth. Ja, maar ik bel ook inderdaad via Bluetooth. Nou, überhaupt, wie belt er nog? Maar ik bel heel af en toe nog. Of ik doe een hangout, of ik doe een WhatsApp call of dat soort zaken. Ja. En dat gaat inderdaad over de car kit. Maar ik ben eigenlijk gewoon veel meer aan het werk. Aha. En aan het werk is eigenlijk meer dat je op je mobiel dingen leest of dingen schrijft of dingen. Eigenlijk bellen is niet meer het ding. Wat wel grappig was, gisteren heb ik weer een boete gekregen, de 3e boete. En je moet dan even weten, als je met de politie praat, dan vraag je van, wie geef je nou een boete? Nou, zeggen ze, we kunnen die mensen op een kilometer afstand zien rijden. Die gaan die zwalken over de weg heen. Iedereen die een telefoon in de handen heeft, die is levensgevaarlijk, zie ik zelf ook. Je ziet ze echt gewoon, het zijn debielen. En die halen we dus van de weg af. En elke keer als ik aangehouden ben, dan zeiden ze, ja meneer, u reed zo rustig aan de rechterkant van de weg, 95 kilometer per uur, keurig. Ja, ik haal u in, want u rijdt niet zo hard. En dan zag ik u toevallig eigenlijk daarmee zitten. Maar eergisteren werd ik aangehouden. En dat was omdat iemand had die rechtspraak gezien. En die heeft dus gewoon in zijn auto 112 gebeld, een alarmlijn, voor noodgevallen. En die heeft gezegd, Vincent Everts met die auto zelfsturing.it, die zit hier weer met zijn handen aan de telefoon. En de politie is 20 kilometer omgereden en heeft net zo lang achter mij aangereden dat ze gezien dat ik nog een keer achter de telefoon vasthield. Dus wat dat betreft hebben ze nu een heel goed warning systeem gecreëerd, waarin het bijna onmogelijk voor mij is om dit nog een keer te doen. Met een kliklijn inderdaad. Ga je nu trouwens in beroep tegen deze uitspraak? Want de rechter heeft gezegd, ga naar Den Haag. Ja, nou ja, ik heb dus een afspraak met het RDW. Die heeft mij gebeld. Die wilde gewoon eens even, die wilde bij me zeggen, wat wil je nou in de wet hebben? Nee, ik wil in de wet hebben dat als de RDW de auto goedkeurt op de snelweg bijvoorbeeld om te rijden voor een bepaalde tijd, dan wil ik dat dat alvast in de wet wordt opgenomen. En ook met het ministerie heb ik nu contact, dus om te praten over die toekomstige wetgeving. Dus dat is voor mij is 1 van de belangrijke dingen. Ja. En we moeten nog eens even kijken met met het hoger beroep, want ik had bij de rechter aangetoond met allerlei cijfers dat een zelfrijdende auto, dat die 7 keer zo weinig ongelukken maakt en 4 keer zo weinig doden als een gewone auto. Mm-hmm. En dat een mens met een gewone auto en een smartphone in de hand ongeveer 120 keer zo gevaarlijk is als iemand die in een zelfrijdende auto een telefoon in de handen heeft. En wat ik ook zeg,
hey, technologie heeft een probleem veroorzaakt, want mensen raken ontzettend makkelijk afgeleid. En 50% van de Nederlanders zit regelmatig met de handen aan de telefoon. Hè, dus dat is niet een klein percentage. Jullie natuurlijk niet, maar alle luisteraars die knikken nu op dit ogenblik dat ze het wel doen. En we moeten ook zorgen dat technologie gewoon ervoor gaat zorgen dat ze het op kunnen lossen. En dat moeten we nu al gewoon inbouwen in de wet. En daar wil ik de komende tijd over praten. De wetgever, en toen ik die cijfers aangetoond had bij de rechter, zei hij, ja, het is allemaal leuk en aardig, maar op de website van Tesla staat, u moet altijd gewoon, zeg maar, beschikbaar zijn voor de auto. En die moet altijd handen aan het stuur hebben. Ja. Waarom? En dat was wel grappig, omdat de RDW had gezegd, wil jij op een gegeven moment goedgekeurd worden voor Europa? Maar ga je nu in beroep of niet? 30 seconden. We hebben nog 10 seconden. In beroep of niet? Oh, dan moet ik even met mijn juridische adviseur van Hello Law bespreken. En dan ga ik dan de komende week doen. Er moet een nerd des vaderlands komen, dat heeft Marielle Stoelinga gezegd. Ben je daarvoor beschikbaar of niet? Ik zou het een fantastische eer vinden. Nou, schrijf je ook bij dat lijstje. Vincent Evers, dankjewel. En zometeen nog meer Langs de Lijn en Omstreken. Tot zo.